SVBO zal vanmiddag met minimaal 3 goals verschil moeten winnen. Dat is een pittige opgave voor de mannen van Rolf Veneboer. Nee, je hoeft niet te kijken naar de overige tussenstanden. Die zijn er niet. Je moet sfeer maken. Achter de geel-zwarte brigade gaan staan van Rolf Veneboer. Zit er dan toch nog een promotie in? De eerste kans is voor SVBO. En die is groot voor Rehan Bolk. Hij stuit op de doelman van Groene Ster. En dat is Dylan Zwartjes. Corner blijft staan. En die corner valt binnen. Het is Davy Wessels. Dit is wat SVBO wil. Een vroege goal. En in de derde minuut is die vroege goal ook daar. 1-0. Nog 2 te gaan, kan je dan zeggen. En SVBO gaat door. Weer Rehan Bolk. Veel actiever dan vorige week. Veel meer ruimte kreeg hij ook. En deze bal, ja, is een voorzet, maar valt bijna binnen. Maar SVBO laat zien dat het in ieder geval wil. Dit is iets te veel ruimte weggeven. En dat moet je niet doen aan een ploeg die speelde in de hoofdklasse afgelopen seizoen. Want dan gaat die bal erin. En dat gebeurt. Het is gelijk. En dat na zo'n 20 minuten spelen. Doelpuntenmaker Romano Raats. Hij krijgt te veel ruimte. Het lijkt buitenspel. Maar hij mag dus door. Dan weer SVBO met Mike Reuvers. Een prima voorzet. Kopbal van Heijnen. Vorige week nog afwezig omdat hij het voetballen met zijn kroegenteam belangrijker vond. Maar nu was hij dichtbij de 2-1. Tweede helft. SVBO moet er natuurlijk gewoon nog 3 maken. Het vecht wel. Maar het komt tekort. Tja, het vecht hier vooral tegen een directe tegenstander. En dat was Roy Jansen. Dan weer Groene Ster, dat gemakkelijke voetbalt. En hier een strafschop krijgt. Jawel. Het is een overtreding. Wordt gemaakt door invaller Tom Juring. De gele kaart is terecht. Net als de strafschop. Na de overtreding op de doelpuntenmaker van Groene Ster, Romano Raats. Achter de bal. Roel Schirra. En die schiet via Ebeltjes binnen. 1-2. Wedstrijd gespeeld. Het moet gezegd. SVBO geeft niet op. Maar komt simpelweg tekort. Groene Ster speelt frivol. Dat is dan nog het geluk voor SVBO. Want anders had het zeker 1-3, 1-4 geworden. Maar dat wordt het niet. Want uiteindelijk komt er zelfs nog een goal voor de thuisclub. En dat is mooi voor het publiek. Maar het levert uiteindelijk niets op. Tja, een treffer voor de eer zou je kunnen zeggen. De 2-2 door Mike Reuvers. Maar SVBO redt het niet en speelt volgend seizoen gewoon weer in de eerste klasse. In de nacompetitie hebben wij gewoon aan het eind van het verhaal zijn we tegen een betere tegenstander gelopen. Gewoon volwassener, fysiek enorm sterk en ja, weten hoe het gaat. Want die komen van een hoog niveau en bij mij is er niet een van de jongens die op hoofdklasse niveau heeft gevoetbald. En dat zie je op bepaalde momenten, zie je dat gewoon.